Oh, het moet daar staan? Oké. Nou, ik ben Lieke. Hey kijkers van de Slavet Games, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we proberen niet te cringen. En we beginnen vandaag met oude video's van mezelf. Want waarom niet? Die waren behoorlijk cringe. En daarna gaan we door naar een aantal Engelse video's. En het eerste wat mij hier gelijk opvalt is dat je schijnbaar niet naar een hogere kwaliteit kan. Het is 480p. Of helemaal niks. Oké, dit is de OO Gerso audities. Dat was er helemaal in, 6 jaar geleden. En ik speel voor mijn sterretje. Laten we eens even gaan kijken wat dit is. Ik ben precies wat jullie programma nodig heeft. Ze noemen me Smiley. Wat? Oh, dat was de grap. Dat was de grap. Twee smileys. Oké, laten we bij de intro even gaan bekijken. Je kijkt en luistert naar. Dus de AV. Kijk altijd naar. Dus de AV. Hij is goed te horen. Hij is super. Mijn naam is Henk, mijn kameraden noemen me ook wel Klompje Klee. Ik kom uit Drenthe en ik heb een Ford Escort. Lijkt mij wel leuk om op vakantie te gaan naar zo'n ver land als Frankrijk. Oh, dat ligt in Griekenland. En dat kan wel wezen, joh, dan ben ik allemaal niet best. Hier is geschikt als ik oe was, heb ik wel heel gauw de bek open. Hallo, mijn naam is Ronnie. Op zich was dat nog niet eens heel erg slecht. Als je kijkt naar het niveau van sketches van sommige mensen, valt het toch wel mee. Kijk wat de volgende is. Kruisje heet hij. Man, want dit is OO Gerso. Oh, mag ik mijn ondergoed terug? Dankjewel. Sorry. Oh, het moet daar staan? Oké. Nou, ik ben Lieke. En van mijn programma mag ik eigenlijk niet alleen op vakantie, maar jullie programma lijkt me wel leuk. En ik vind het best wel dat er niet veel rare dingen gebeuren. Dus ik wil graag meer naar OO Gerso. Wat dacht ik op dat moment? Hoezo ben ik niet geschikt hier? What the fuck? Oh, bedoeld. Oké. Filmpje, ja. Oké, hey jongens, alles goed? Dat was het! Het was 1:30 met 4 typetjes waarvan ik maar 2 gespeeld heb. En dan nog eens een keer zo verschrikkelijk slecht. Dankjewel. Dat was het 1 keer dankjewel. Ik voel me net Snap King, want het gaat dan vervolgens 2,5 minuten over waarom je moet abonneren. 3 minuten! Oh! Afgezien van dit een parodie van OO Gerso van daar, maar we spreken. Ja, meer mag gebeuren. Precies, sowieso met even en OO Gerso fans, want je moet zo en ik. Oh my god! Laten we dan naar de tweede of de derde geüploade video ooit op DDG kijken. Namelijk The Kingdom. En niet The Kingdom wat jullie gewend zijn. Oh, fuck. Het was een hele fijne, rustige dag op de dagelijkse D-server. Ja. En iedereen was tevreden, behalve natuurlijk God! Hoe dan ook. Hoor die achtergrondruis, let op. Zodra de muziek wegvalt, hoor je dus van mijn computer. Dat was tevreden, behalve natuurlijk God! Hoe dan ook. Wat een hele fucking annotaties! De koning van de server voelde zich helemaal op zijn gemak. Ja. Of toch niet? Wauw, dat was een effect alsof hij nou naar de koning ging. Koning, bent u tevreden? Nee, eigenlijk niet. Die teringkwaliteit! Oh my god, en er zit geen verhaallijn in en... Het was een hele normale, rustige dag in de McDonald's. Mag ik één happy meal? Ik wil graag zoet zuur saus bij mijn patat. Big Mac Burger! Dat is echt gewoon, hè. Wie was dat? En een cola, sorry. Oké. Het is de koning! De koning, boek de koning! Dat was Colijn. Oh, erg dit! Moeten we volgen? Yeah. Oh, meneer de koning! Volgen! Ik ga gewoon achter de koning volgaan. Waar moeten we nu heen? Oh, meneer de koning, ik ben zo knap! Oh, meneer de koning! Iedereen ging uit zijn dak en wist niet meer wat er gebeurde! Oké, dat was vaag. Mijn volk, kom tot mij! Ik ben verschrikkelijk teleurgesteld, echt! Godverdomme, ik ben echt boos! Jullie hebben het echt verpest! Het is ik, God de vader des vaderlands. Koning. Jij bent degene die mij bespot. Hoe durf jij te spotten met mij en mijn naam? Maar ik ben de koning. Oké, even vandoor. Vanaf nu ben ik jullie koning. Ik ben jullie nieuwe heerser. Geniet van de tijd die je nog hebt, want mijn wraak zal zoet zijn.
Typisch. Ah! Compleet random! Yo kijkers, Faku Games. Ja, en vanaf daar zijn we volgens mij verder gegaan met Kippenkoning Lars. En wat hebben we hier? Het is een mooie jonge blonde man met zee en haar. We gaan kijken. So some bitch just told me to stop being stuck up my own ass. Uh-huh. Bitch, just because you're insecure little cow does not mean that I'm not allowed to show that I'm comfortable in my own skin. Ja, je ziet er inderdaad heel rustig uit. Do you fucking get that? Just because... Wow! Rustig! Kalm je witte broodtieten. You are a little cow. Doesn't mean I can't be comfortable in my skin. Je ziet er inderdaad uit alsof je geen enkele problemen met hoe jezelf eruit ziet. Yeah, I got nice booty, I'll be nice, I got nice nipples, yeah, and I like that. Doe maar niet. Just because you're ugly, doesn't mean I'm not allowed to be comfortable in my skin! Okay, point take. Oh, I like this. Feministen, hou ik van. Gaat een weegschaal kapot slaan. I'm stealing my life, I'm tired of you making me feel if I'm good or bad. I'm tired of you deciding how my day is. Oké, mevrouw. In plaats van een haarboord te gebruiken, had je ook gewoon op de weegschaal kunnen staan. Dan was hij ook kapot geweest. Ze slaat ook niet. Je slaat echt vet kut. Als je zo sterk en in controle bent, waarom heb je dan een kussentje nodig als je op je knieën gaat zitten? Ik weet het al, omdat je nooit voor een enkele man op de knieën hoeft, want niemand wil je. De volgende is, want ik heb hem even snel bekeken, lichtelijk disturbing. Are you breathing, Christian? See, there is a chicken scratching in the dirt. Beautiful. Come down and rest when you need to. Het zijn kinderen. Nou ben ik zelf niet zo van dat je letterlijk met oogkleppen op door de stad moet lopen. En zodra je een kind überhaupt aankijkt of een keer glimlacht of wat dan ook, dan had gelijk. Oh, Pedro! Maar dit, die kip. Wat doet die kip daar? Waarom kijkt die kip zo? Great tractor, Michael. Nice pose, Rasta. Nice drop. Nice planning job. Beautiful. Nice anvil, Christian. Nee. Dat was op de heupen en bij de billen. Dit kan echt niet. Oh, nice tomato. I'll say. Oh my fucking god. That for my sandwich. Good one, Aaron. Die fucking kip is echt nightmare materiaal. En dit is het toppunt van cringe. Het is erger als DLG finaal. Ja, het is erger als bij oude video's. Holy fucking shit, wie laat je kinderen er nu naar kijken? Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie willen dat ik vaker een keer wat oude video's ga reviewen, dat kan natuurlijk. Laat dan eventjes een reactie achter onder deze video. Een like wordt ook gewaardeerd. Je mag hem ook delen als je het leuk vond op je Twitter of op je Facebook. Even abonneren op DLG is volledig gratis. Ik zie jullie heel graag bij de volgende video.